Zaterdag 7 juni werd er bij het Filmtheater op het Hereplein de jaarlijkse schaakmarathon voor de derde keer gehouden. Met een programma waarbij we een groot schaakspel hebben waar kinderen en passanten schaak kunnen spelen. We hebben straks een open schaakkliniek van Pascal Lozenkoot. Dat is een professionele schaaktrainer. Die gaat hier voor het publiek een aantal schaakopgaven toelichten. Want inderdaad, als je nu schaak geeft, dan doe ik D3 schaak en dan kan mijn koning weer naar dit veld toe. Want dat krijgt er straks door dat mooie paard hier. Ik ben Pascal Lozenkoot, ik ben schaaktrainer en ik ben hier bij het Filmtheater om schaakstellingen te laten zien en om mensen leuke stellingen te tonen. We gaan in de eerste set. Oké, die slaken. Zet ik hem even weer terug. Kan je nog even nadenken erover? Al met al was het een gezellige middag die werd afgesloten met een schaakfilm. Nog enkele uren en dan gaat het toch echt eindelijk beginnen. Het WK. Hilversum is er helemaal klaar voor. Ik zeg aanvallen! Dat we de eerste ronde doorkomen, dat we er lang van kunnen genieten. En we hopen op een goed voetbalseizoen. Ja, ik heb er dit jaar vertrouwen in. En zeker de wedstrijd die we beginnen tegen Spanje. Vorige keer eruit. Nu beginnen we met een overwinning. Hè? En we gaan door tot het eind. Is er veel animo voor nog? Nee, hè? Nee, helemaal geen animo voor nog. Want de hele buurt, ze hebben 4 jaar terug met de Europese kampioenschappen. Nou, dat was de hele buurt was je hier toen. Maar niemand komt naar me toe nog van jongens, kun je vlaggetjes ophangen. Dus. Waar het dan ligt, ik weet het niet. RTI wenst Oranje veel succes. Op het gemeentelijk gymnasium werd afgelopen dinsdag het beeld Sport en Spel geschonken door gemeente Hilversum. Het beeld komt in de nieuwe tuin te staan, ontworpen door Merel Scheltema, Ethan van Boerkom en Duncan van Boerkom. Dat was een lege ruimte, want er stonden hier de vroegere noodlokalen. De school had enorm ondercapaciteit en daar stonden hier de 6 extra bijgebouwde lokalen. Die zijn nu verplaatst naar een permanente locatie. Dus toen hadden we hier een enorme bak grind staan. En dat is nu vervangen door deze mooie tuin. Waarom heeft de gemeente dit beeld geschonken aan het gemeentelijk gymnasium? Ja, vanwege het 100-jarig bestaan vorig jaar. En we dachten na als college over een cadeau aan het gymnasium wat een beetje toepasselijk zou zijn. En van lieverlee gesprek kwam dit beeld eruit over sport en spel. Nou, het is een prachtig beeld wat in de kelder lag. Stond. En nu heeft het een prachtige nieuwe plek gevonden. Op woensdag 11 en zaterdag 14 juni is het buitenspeeldag. Op zoveel mogelijk plekken kun je lekker buitenspelen met je vriendjes en vriendinnetjes.
RTI Hilversum feliciteert allen die geslaagd zijn. Op woensdag kregen de VMBO-studenten te horen wie er geslaagd is. En op donderdag waren de havisten en de VWO-studenten aan de beurt. Ik ben gisteren geslaagd. Ik heb 4 jaar op het Safran Lohman in Hilversum gezeten. En gisteren werd mij verteld dat ik geslaagd ben. Waarom op tv kijken naar het WK als alle topteams ook in Hilversum zijn? De komende 3 vrijdagen wordt de WK-pleinen voetbalcompetitie gehouden op het Cruijffcourt aan de Stevensonlaan. Kinderen tussen de 10 en 15 jaar doen niet in 11, maar in 6 stallen mee aan de competitie. De komende 2 vrijdagen zijn de voorrondes en op 27 juni wordt de halve en de grote finale gespeeld.